De heer Wilders. De minister-president vergeleken met AstraZeneca. AstraZeneca heeft een effectiviteit van rond de 60%. Sputnik van rond de 93%. Dus dat is te vergelijken met de BioNTech Pfizer qua resultaat. Ook in internationale bladen gepubliceerd, als de Lancet. En alom erkend als iets succesvols. En nogmaals, u heeft gelijk, de minister-president, als het ging om is er genoeg voor de Russen. Maar een andere optie is natuurlijk om te vragen of het hier kan worden geproduceerd. Uw collega, mevrouw Merkel uit het Bondsrepubliek Duitsland, heeft ook nu het nog niet bij de EMA is aangemeld, al contact opgenomen, zelf twee keer spontaan, één keer in december en één keer in half januari, met Poetin om te kijken of hij niet te bewegen is om meer te doen, bijvoorbeeld dat recepten verkopen of te geven, zodat we dat hier kunnen produceren. En mijn vragen zijn nu, zeker nu we nog tekorten hebben, en dat gewoon een erg succesvol vaccin is, inderdaad, waar het ook vandaan komt, we hebben ze nodig om contact op te nemen met Poetin, net als mevrouw Merkel heeft gedaan, om te kijken of het helpt om hem te bewegen dat eerder hier te kunnen laten produceren. We hebben daar gewoon, onze bevolking heeft daar belang bij, en als het uit een ander land zou komen, zou ik u die vraag ook stellen.